Welkom bij Blikvangers. En vanavond hebben we een hele bijzondere blikvanger, want we hebben Hans ter Grote. En Hans ter Grote heeft een hele bijzondere hobby die hij alleen sinds 12 maart niet meer echt kan uitoefenen. Want de overheid heeft de actie Eterflits ingesteld. En Hans is etenpiraat. En wat betekent dat voor jou? Ja, het is in feite een triest werk, hè. Het is een hele grote hobby van mij, ja, vanaf 12 jaar. En de laatste jaren ben ik daar niet zo actief mee als vroeger. Mm-hmm. Maar het is nou gewoon zo, als je de zender inschakelt, binnen een uurtje ben je erbij. Ja. En is de wegzender en dikke boete. Ja. En hoe vaak stond je altijd uit? Oh, 1-2 keer in de maand. En Koninginnedag vaak. Met de kerstdagen. Ja. Ja. En nu? Nou, ik heb sinds februari heb ik hem niet weer aangehaald. Nee. En je hebt ze goed voor elkaar, want je hebt een geweldige centnaast hier in de tuin en ja, de zaal. Ja, het is allemaal goed voor elkaar nou, maar het is eigenlijk een klein beetje te riskant, hè, en te kostbaar. Ja. De boetes zijn nou zo'n beetje €1100. En zei ze echt dat als wij vanavond dus de lucht in gaan, want dat gaan we doen, ja, lopen we echt het risico dat... De kans zit er heel goed in dat we met dat een uurtje... Ja. Ja. 70% van de piraten zit ook hier in Twente, hè? Ja, heel veel. Dus ja, het is ook logisch Twente en dat Drenthe ze veel in dit gebied zitten. Ja. Dus, je hebt ontzettend veel luisteraars hier. Ja. Dus, ik zit zelf, ik ben chauffeur op een betonwagen. Ja. En elke bouw waar ik kom hebben ze een piraat erop. Ja. Gewoon, en sinds die tijd ook. Het is gewoon, je hoort alleen maar geklaagd van die bouwvakkers. Ja. Alleen doordat er geen fatsoenlijke muziek op de radio is. Ja. En dat is wel heel jammer. Ja. En je hobby. Ja. Dat is inderdaad. Die gaat een beetje. Was eigenlijk de enige hobby wat ik had. Ja. Dus, maar vanavond is kleine Akata. Ja, kleine Akata. Weer in de lucht. Van oost bekend, zeg ik altijd. Hallo, hier ben ik dan terug aan de kant. De zender kleine Akata uit oosten van het land. Ik draai de plaatjes voor jong en voor oud. In een smaak waar iedereen het meest van houdt. Hallo, hier ben ik dan terug aan de band. Amateurs, luisteraars, een hele goede avond. U bent verbonden hier met de radio Kleine Akata vanuit Oldenzaal in Twente-Overijssel. Ik hoop dat mijn ontvangst weer goed is van spraak en muziek. En de plaatjes van vanavond gaan weer rollen voor iedere luisteraar en iedere amateur natuurlijk. Het is voor een verzoekplaatje, groot of klein. Moet je bij de zender Kleine Akata zijn. Luisteraars, voor een reactie kunt u bellen naar het telefoonnummer 0620-625 en dan 612 voor een reactie op deze uitzending. Papa is heel goed Akata en Kira is kleine Akata. Dus luisteraars en amateurs, een hele goede avond. Uw toestel staat dus nog in verbinding hier met de radio Kleine Akata vanuit Oldenzaal in Twente-Overijssel. En dat allemaal met het telefoonnummer 0620 625 en dan 612. Dat is de Akata-lijn van vanavond. Nou, die meneer daar uit Kloostera, ook bedankt voor het telefoontje. De plaatjes gaan speciaal in die kant uit. Uitzenden weer. Ja, mooi hè? Ja. Fijn. Was je zenuwachtig aan het begin of van de ons? Of van ja, dat komt ook een beetje door jullie, denk ik. Ja? Ja. Maar je zat ook een paar keer naar die televisie te kijken. Ja, die schakelt om, hè, die camera, van buiten naar binnen neer. Maar ben je bang voor het agentschap Telecom? Ja, ik hou een klein beetje in de gaten. Ja? Stel je voor dat DAX aan zie komen en ik kan nog even wat uitschakelen of zo. Ja. Dat ze zich nog bedenken, maar... Want, actie tegen of etenflits sinds 12 maart. Ja. Wat houdt dat precies in? Een beetje kort. Nou, ze wilden dus de band 24 uur per dag afluisteren. Dat wil zeggen, als er iemand inschakelt, gelijk aanvallen, had ik als gezegd. Ja. Politie mee en spul in beslag nemen. Maar hoe moet ik dat voor me zien? Er rijdt hier een manneke, die rijdt heel Twente rond. Ja, ik heb gehoord dat er een stuk of 4-5 ambtenaren zijn. Bij aangesteld en die schijnen hier in Twente de hele dag aanwezig te zijn, 24 uur per dag. En zo gauw er iemand inschakelt, dan gaan ze op pad. Maar wat als ze nu zouden komen, ja, wat gebeurt er dan? Dan komen ze hier waarschijnlijk binnenlopen en dan zeggen ze
Radio Controlewits, of nou dan Agentschap Telecom. Jullie zijn bezig met een illegale uitzending en dat moet stoppen. En dan, af en toe mag je nog even een plaatje draaien, even afkondigen en dan, dan wordt de apparatuur in beslag genomen. Alles? Nou, dit wil ik niet allemaal direct zeggen, maar de zender en de voeding en stuur en eentrap gaan meer. En een boete? Ja, die komt erachteraan. Hoe hoog? Dat is tegenwoordig €1100 voor de eerste keer. Ja. Dat is niet mis. En de tweede keer? Ja, dat loopt op. Dat kan, ik hoor bedragen van €3.500 tot €4.000. Normaal komt Agentschap Telecom toch alleen als omwonenden klagen, omdat er een ruis op zit, omdat jullie aan het uitzenden zo zijn. Zo was het ook altijd. Maar, oh, ik ben heel druk aan het praten. Gaat heel weer. Dus, even opletten, hè? Ja, we gaan gewoon door. Ja. Ja, we moeten op meneer Brouwer letten, we moeten op de uitzending letten. Ja. Gaat allemaal, maar normaal komen ze dus alleen als omwonenden klagen. Zo was het altijd wel. Als ze last van storing hebben, of ze zijn toevallig een dag in de buurt, in deze regio, en ze horen daar niemand, dan, maar dat ging meestal wel goed. Ja. Maar de lol is er nu af. Ja, het is niet leuk meer. Sinds 90, want toen is er ook zo'n actie geweest, mochten jullie lokaal uitzenden, bij een lokale omroep. Ja. Waarom is dat dan niet gebeurd? Waarom is het dan toch dat je dat illegaal moet doen? Ja, ik weet het niet. Er zit ook wel een kick achter. Ja, ik denk die spanning ook wel een beetje, maar het is gewoon je eigen baas. Je kunt draaien wat je zelf wil. Nou heb je altijd in de zomer met het piratenteam Boeskrotten, dat is weer een ander groepje, heb je altijd een groot feest. Ja. Hier vlak bij je huis. Ja. En daar heb je foto's van. Ja. Volgens mij. Maar hoe zag dat feest eruit? Nou, dat is met tent en alles? Ja. Tent, een springkussen. Dit is van het eerste jaar, was er nog geen springkussen bij. Er komt gewoon ontzettend veel volk op af. Uit de regio. Waar zit dat in dan? Een marathonuitzending of zo? Ja, 24 uur per dag draaien we dan muziek. Deze muziek. En daar praten we verder niet bij. Af en toe een tunetje erbij tussendoor. Oh, de muziek. Ja, ik praat nu te veel. Oké, gaat maar. Maar dat is steeds meer geworden, hè? Eerste jaar. Ja, er kwamen s'avonds wel 30, 40 mensen op 58. En dat was hoeveel dagen? 5 dagen. En vorig jaar hebben wij dus een brief gekregen. Ik doe even de afluistering, iets zachter. Ja. Hebben wij een brief gekregen van het Agentschap Telecom. Die werd aangetekend bezorgd door de politie. Ja. En dat was een dag na de uitzending. En daar werd dus in gezegd dat wij bezig waren met het voorbereiden van een marathon-uitzending. Maar wij waren net gestopt. En als we binnen 2 jaar weer in de lucht gaan hier, dan kunnen we een boete verwachten van €4.500, oplopend tot €45.000. Dus daar word je niet voor dit jaar gaat het feest niet door. Nee. Dus luisteraars en amateurs, goedenavond. Dit is de zender Klein Agatha in samenwerking met Esther Rikken van TV Oost. En Esther wil een plaatje voor mij draaien, wat ik persoonlijk heel mooi vind. Hè. Ja, het favoriete nummer van Ben Lansing. Je moet gewoon eens kijken naar de uitzending Blikvangers op 11 augustus. Maar nu voor Hans, Ben Lansing met het meisje van mijn dromen. Die avonden bij jou, ja die waren heel mooi. Die avonden bij jou, die vergeet ik toch nooit. Waarom ging je heen, liet mij zo alleen? Kan niet zonder jou, vertel de waarheid toch gauw. Ik ben begonnen toen ik 13 jaar was. Hoe kwam dat? We hadden een stuk land, dicht bij de Loserhof. En daar ging ik zaterdagmiddag met mijn vader naartoe. Aardappels rapen of weet ik veel wat. En daarnaast was een boer. Gerrit Maasland, die had toen de tijd een middelgolfzender. Ja. En die draaide onder de naam Agatha. Maar dan was ik drukker met in dat schuurtje, Agatha as met aardappels. Nou, toen, half jaar later, toen kon ik een klein middelgolfzendertje kopen. Voor 75 gulden. En die heeft mijn opa toen betaald en die heb ik toen gekregen. Ja. En vanaf toen was het eigenlijk fout. Toen kon ik niet meer zonder. En toen kon ik een zwaardere zender krijgen. Die heeft mijn vader geld bij gedaan. En later uiteraard zelf. Maar toen ik 17 was, ben ik voor de eerste keer gepakt. Op een zondagmorgen. Allemaal politieauto's. En, ze lieten ze half op de weg staan. En je loopt pas de huis binnen. Ja? Ja, ik woon net de kleren aan doen. Ik had net 2 plaatjes gedraaid.
En toen werd je echt nog als een crimineel behandeld. Toen moest ik voor het gerecht komen. Ja? Ja, mijn vader moest mee. En dan wat voor straffen kreeg je? Toen kreeg ik, omdat ik 17 jaar was en nog niet wat verdiende, kreeg ik geen geldboete. Alleen een proefvee van 2 jaar en 14 dagen voorwaardelijk. En toen heb je nog uitgezonden of niet? Nee, heb ik 2 jaar niks gedaan. Maar die 2 jaar was om en toen begon het weer te kriebelen. En toen ben ik in 1 of 82 weer gepakt voor de tweede keer. En inmiddels zijn ze hier 6 keer geweest op deze locatie. Ja. Met het piratenteam en alles erbij. Ik heb een paar keer gebeld. Hoe lang duurt het? Ja, dat is eind. Doe die zomaar even dicht. Ja, ja, dat doe ik wel. Ga je maar presenteren. Ik doe je open. Ja, luisteraars, en nu komt het leuke plaatje van George Baker met Una Paloma Blanca. Nog steeds een hele grote hit. En wij gaan zo naar deze plaats, de band uit hier. U hebt geluisterd hier naar de zender Kleinakata vanuit Oldenzaal met Esther Rikken van TV Oost. En hier komt het plaatje. Nou, dat was de echte Etenpiraten-uitzending. Normaal hebben ze bij Boeschool FM dus ook een feestje. Maar dat gaat niet door, omdat Agentschap Telecom gewoon continu in de buurt is. Ik heb het nog in de Lutte geprobeerd, daar houden ze in de bouwvak ook altijd een feestje. Ging ook niet door. Dus is er een legaal piratenfeestje georganiseerd hier in Tillichten. En daar gaan we vanavond kijken, want daar zijn al die Etenpiraten dus nu samen. Gezellig muziek. Ja, wij draaien zelf, ja. Het is echt gezellig hier en ja, een keer wat anders. Ja, maar je weet niet of het gezellig is, want het is het eerste feestje. Ja, afwachten. Ja. Dat is altijd afwachten. Maar hoe lang draai je zelf al? Wij draaien nu 3 jaar. En de laatste tijd nog gedraaid? Ja, eergisteren nog en goed geluk. We draaien nu zelf met 800 watt. En ja, goede muziek. Maar Agentschap Telecom heeft jullie nog niet gepikt? Nee, heeft nog niet gepakt. En wat voor muziek kan ik nu verwachten op zo'n piratenfeest? Ja, piratenmuziek, maar welke artiest dan? Ja, welke artiest? Henk Veen gaat normaal, ja, noem maar op, deze muziek. En Koos Albers normaal, draai mij ook vaak. Vrijbuiters, wat voor muziek nog meer? Wat voor muziek? Jannes. Wat is etenpiratenmuziek? Wat is daar zo mooi aan? Waarom ben je etenpiraat? Ja, voor de gezelligheid. Dat is echt, dat geeft een kick. Ja, is gewoon zo. Echt mooi. Ja, ik heb er ook geen woorden voor, maar het is echt gezellig. Ik zie weer het mooie zon. Gisteren was jij nog hier. Jouw lichaam doet mij opnieuw naar jou verlangen. Onze sporen in het zand, die voor altijd zijn weggespoeld. Nog nooit was de ware liefde zo dichtbij. Oké, Radio Pin-up Club, Ladies Only, wat betekent dat? Nou, wij zijn een piratenteampje met alleen maar vrouwen. Hoeveel? 6. En wat voor muziek draaien jullie? Piratenmuziek. Dus tussen jong en oud zit geen verschil, en tussen man en vrouw zit ook geen verschil? Nee, waar je omgaat word je meer besmet, hè. Maar Pin-up Club? Ja. Het is ontstaan en Pin-up Club, we dachten een vrouwennaam. Nou ja, Pin-up Club. Hallo. En hoe lang zijn jullie al? Nog maar een jaartje. En hoe is dat ontstaan dan, als vrouw en etenpiraat? Nou, alle jongens van ons die draaiden ook. Met het boeschoolteam in onze zaal.
En toen hebben wij het idee opgevat om een vrouwenclubje te beginnen. Iets unieks in Twente. En wordt het goed beluisterd? Ja, redelijk. En hoe vaak zend je uit? Nou, we hebben nu nog niet zo heel vaak uitgezonden. We hebben zelf nog niks gedaan, maar we zijn pas begonnen met sparen. Dus, Oh, je hebt nog geen apparatuur? Nee, dus zelf nog niet. Dus we doen alles nog met van de jongens. Ah, je hebt leuke shirt. Dat is in ieder geval goed. Ja, dat is het begin, toch? Zo is het. Ja. De uitstraling is er. Ja, dat bedoel ik. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Ben jij een piraat? Ja, dat ben ik best. Geweest? Ja, dat ben ik best. En waar kom je vandaan? Enter. Uit Enter? Ja, joh. En wat doe je in Tillichten? Ja, zomer. Was piraatnaam, dus ik dacht nog, hè. Maar hoe lang ben je al geen piraat meer? Al 3 jaar. Niet meer? Nee, niet meer. En waarom ben je gestopt? Ze hebben me toepakt, maar ik kom er wel weer. Ja? Dat beloof ik. Wanneer? Over 2 jaar draai ik weer. Zeker. Ja, steek even je tong uit naar de kijker. We keken doelloos naar tv, zaten wat te praten. Maar toen ik weg wou gaan, stond jij op en zei: jij hoeft niet naar huis te gaan, blijf maar hier. Wie zoekt bij de Setaki? Vroeg die van Astrid? Kom hier! Hey, 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 hey! Andrea, kom, Andrea! Dat stond eens een keer met z'n mij. Ja, straks is het te laat. Maar de nacht is zo voorbij. Hey, hey, hey. Kom, Andrea. Kom, Andrea. Blijf de hele nacht bij mij. Nou, rustig, hè? Nee, nooit zag ik u gaan. Zo mooi, zo mooi. En lief als jij. Martin, hoe ging die? Ja, super. Ja? Ja, lekker hè? Lekker leuk publiek? Ja, heel gezellig. Onvoorstelbaar gezellig. Waar kom jij vandaan? Ja, ik zit vlak bij jullie studio, Almelo. Dus, dus jij kent de Eten Piraten kwestie, actie tegen Flits? Ja, absoluut. Is Eten Piraten, is dat nou echt de muziek van jou voor Eten Piraten? Nou, ik denk dat de muziek die wij maken wel geschikt voor Eten Piraten. Ik ben zelf eigenlijk liefhebber van alles. Wat zeg je? Ik ben zelf wel liefhebber van alles, dus wat dat betreft, ja. Maar merk je dat nu dat die Eten Piraten minder uitzenden? Ja, aan de ene kant wel. Heel langzaam komen ze een beetje terug. Wat er wel heel erg leeft, zijn dit soort festivals. Hè? Ja. Die mensen gaan het nou buiten de deur zoeken, dus we kunnen ze nou ook zien. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Ja. En wat heeft dat voor invloed op jouw bekendheid dat die Eten Piraten minder uitzenden? Ja, absoluut heel erg veel. Kijk, normaal brachten we wat nieuws uit en de mensen kenden het al omdat het daar gedraaid werd. Ja, op dit moment is het gewoon heel erg moeilijk, want ja, er zijn weinig mensen die het draaien. En wat niet gedraaid wordt, kennen ze niet, kunnen we niet zingen. Ja. Dus dit soort feesten moeten namens jou meer georganiseerd worden nu? Ja, absoluut. Absoluut. Okay. Ik zal er zijn. Okay. Hans, een feestje niet bij jou in de tuin. Maar hier in Tillichten. Ja, superfeest. Mega. Ja, vind je het leuk? Ja, hartstikke mooi. Fantastisch. Maar voor de duidelijkheid, jouw feestje in de tuin is niet... Voor de duidelijkheid, jouw feestje in de tuin is niet doorgegaan. Vind je dat nou jammer? Ja, dat is heel jammer. Het is ongeveer net als dit, alleen 10 keer kleiner. Maar wel heel leuk en gezellig. Maar qua sfeer anders? Ja, nee, de sfeer is goed. Het is bij ons niet zo, echt waar. Maar merk je nou dat hier veel meer etenpiraten zijn omdat al die illegale feestjes niet doorgaan? Nou, ik denk dat, als dit vorig jaar hier was georganiseerd, was er net zoveel volk geweest.
Denk ik wel. En dit is echt de eerste keer aan. Dat dit georganiseerd wordt? Ja. Ja, jij zegt, daar is dus behoefte aan. Ja, heel veel. Ja. Dan kun je wel zien, ze komen door het hele land, grote bussen vol. En ja, de hele omgeving is er. Iedereen die draait hier in Twente, die is hier ook aanwezig. Al die marijnen en de ruiten missen. Dansen voor mijn ogen, sliepen in het ritme van een liedje van de radio. We willen het boskorteam hartelijk de grote noem van Radio Twente, of zowel Dennis de Bengel, zowel het boskorteam ander jaar weer te beluisteren. Hè. En boskorteam, veel plezier tot de andere jaren. De Radio Twente, goedenavond. De buurvrouw van de overkant. Maarten, dan staan we hier echt in de middle of nowhere. Heb jij het idee opgevat om een piratenfeestje te organiseren? Ja, dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. We zijn met een aantal jongens zijn we ooit een keer bij elkaar geweest. En we zitten met ons bedrijf zitten natuurlijk zelf helemaal in de evenementen. En we hebben zelf een keer het idee geopperd van, we hebben zoveel feesten gezien wat goed was, wat minder goed was. Dan zeggen we, dat kunnen we zelf ook. En wat is dan de trend? Je gaat gewoon de trend na en waar behoefte aan is. Dus organiseren we een piratenfeest. Jij bent zelf ook etenpiraat geweest? Ik ben zelf een jaar of 8 etenpiraat geweest, maar dat is inmiddels alweer 15 jaar geleden. En waarom ben je daarmee gestopt? Ik ben daarmee gestopt omdat ik 2 keer gepakt ben. En na de tweede keer, als ik nog een keer gepakt zou worden, zou alles in beslag worden genomen, apparatuur, alles. Nou, dat was voor mij wel iets van, ja, ik kan het ook wel op een andere manier verdienen. Dus ik denk, dat doen we niet meer. Ik begin gewoon voor mezelf en ik maak gewoon muziek voor mensen wat legaal is. Ja, en dan heb je zelf een bedrijf met licht en geluid, maar dat staat in principe los van dit. Want het idee is een beetje ontstaan omdat die tuinfeesten die al die etenpiraten normaal hebben, niet meer doorgaan dit jaar vanwege agentschap Telecom. Ja, dat zie je wel goed, dat is inderdaad zo. De piratenfeesten worden nog steeds georganiseerd. Mijn idee was gewoon, ik ga gewoon zo'n feest organiseren, maar daar wij ook alle middelen daarvoor hebben. Op het gebied van licht en geluid kunnen we ook een keer wat extra's doen. Dus we maken het gewoon heel groot. En dat heb je vanavond gezien. En het is geweldig met zoveel mensen. Ja, nou nee, nou god, ja. Ze hebben me altijd gesteund en ik ben altijd blij met die lui geweest. Want ik heb een hoop collega's die het wat moeilijker hebben als ik. En dan vind ik het leuk dat ze dankzij die jongens toch... Sommige mensen verdienen het gewoon om het artiest te worden. Ah, lang niet iedereen, maar er zijn er toch mensen bij die... Ik noem even een paar voorbeelden. Jannes, Lucas en Gea, die hebben toch... Die hebben niks aan Hilversum te danken, puur alleen maar aan de piraten. Dat die nu landelijk bekend zijn, dat heeft gewoon te maken met illegale stations. Hilversum die heeft gewoon gezegd, we draaien dat soort muziek niet meer. Dus geen Henk Wijngaard, geen Frans Bouwen, geen Marianne Weber. Ze hebben gewoon gezegd, we kappen ermee. Ze draaien alleen nog Marco Bossato en André Hazes. En dat soort lui worden nog gedraaid. Ja, waarschijnlijk omdat die hele dikke prijzen vragen of zo is. Of ze dan en dan valt dat bij jou valt er op zich mee. Dat, voor jou geldt dat niet zo. Nee, absoluut maar moeten niet. Die artiesten het dan hebben van dit soort festivals? Ja, dit is... Op dit moment? Nou, nee, het is andersom. Hè? Die hebben dankzij die piraten, dankzij die jongens zijn dit soort festivals ontstaan. En hoe was het optreden van jou? Ach, wereldpubliek.
En ik praat daar nooit over. Ik zou daar nooit iets over zeggen, want ik kom hier niet om politiek te doen. Ik kom hier alleen maar om te zingen en die mensen te vermaken. Maar ik moest vanavond even zeggen, jongens, als er die piraten niet waren geweest, was ik waarschijnlijk wat jaar, was ik eigenlijk eind vorig jaar er al mee gestopt. Waarom? Oh ja, geen werk meer. Geen verkoop meer, geen mogelijkheid meer, geen platenmaatschappijen meer. Kijk, vroeger verkocht ik zonder een hit 20.000 cd's. Dat je geen 20.000 cd's meer verkoopt, heeft te maken met dat 1 op 4, 1 op 5 wordt gebrand. Dus je houdt nog een markt over voor, van zo'n kleine 4.500, 5.000 mensen die een cd kopen. Dat betekent gewoon dat de winst van de verkoop naar een platenmaatschappij niet meer rendabel is. Dan zeggen ze, ja Henk, sorry, maar ik heb alle maatschappijen afgebeld de afgelopen anderhalf jaar. En ze zeggen allemaal hetzelfde. Sorry Henk jongen, maar je scoort niet meer. Of ze zeggen van, ja sorry, maar we kunnen niks meer aan je verdienen. Zo zeggen ze niet, maar zo komt het dan op mij wel over. Heb je agentschap Telecom? Ja. Actie tegenflits? Ja, ik weet het. Gelijk verzuipen dat hele zootje. Gelijk, hup, diep in de plomp met die rotzooi. Eén ding, er zijn kantjes aan waarvan ik zeg, kijk uit wat je doet. Kijk, een hedenpiraat zit op een frequentie. Die frequentie, als die overgemodelleerd naar te veel. Stel maar, die gaat naar 108,7. Maar die gaat over die 108,7 zou zitten. En die zit op 109, nog wat. Dan zit die in de vliegerijfrequentie. Het nadeel daarvan is dat piloten in de lucht een stuk muziek op de oren krijgen. Wat natuurlijk voor de lucht wat levensgevaarlijk is. Kijk, de goede met de slechte, maar als er goed geëikte zender is, is er niks aan de hand. Als de buurt niet plat ligt en de televisie doet er bij de buren, is er eigenlijk niks aan de hand. Maar zo gauw er zo'n wildgroei in die wereld kan ook niet. Dat heb ik al lang onderkend. Als piloot zijn, als privévlieger, weet ik hoe gevaarlijk het is als mensen een frequentie gaan zitten en per ongeluk een verkeerde frequentie uitsturen. Het is levensgevaarlijk. Daar moet paal en perk aan worden gezet. Maar het is niet. De etenpiraat is ontstaan door de weerzin en de tegenzin in het Nederland. Bij 3FM, 2FM en in Hilversum. Daarom is die ellende. Maar even nog weer over de festivals. We zitten nu in Twente, Overijssel. Zijn veel van dit soort festivals? Heel veel. Kan ik overzien. Maar hoe is dat in de rest van het land? Waardeloos. Ja, Brabant heb je dat niet. In het Westland heb je dat niet. In Noord-Holland heb je alleen nog een beetje kermissen. Maar dit soort festivals, dat heb je op het ogenblik van Groningen tot aan Winterswijk. En van Apeldoorn tot aan Kampen, Noordwijk, Emmeloord. Die hele streek is op dit moment in de ban van heerlijke Nederlandstalige festivals. Hoeveel optredens heeft Henk Wijngaard in zo'n seizoen, in zo'n zomerseizoen? Nou, tussen de 40 en de 50 optredens. In de? 40 en 50. Oh, in het seizoen? Ja, dat betekent van april tot ook eind september. Ja. En dan in de winter? Nou, de helft ongeveer. Ja. Dan heb je meer de reguliere dingetjes, bruiloftjes, personeelsfeesten. Ja, gewoon lekker. Het is wel snabbelwerk. Ja, heerlijk. Dat is het mooiste wat er is. Ja? Theater heeft mij nooit gelegen. En hoe lang ga je nog door? Zolang het publiek mij leuk vindt. Of ga je helemaal in de Albert Heijn business verder? Ah, nee, absoluut niet. Nee, ik vond. Kijk, dat zijn nou van die dingetjes die mij op benen houden. Ik ben goud eerlijk. Albert Heijn heeft ervoor gezorgd dat ik nou nog hier zit. Ik bedoel, als ik dat niet had gehad, was ik waarschijnlijk al gestopt. Uit armoe van het verkoop van de plaatjes. Wat doe je om het leuke werk weer te kunnen doen? Ja. Blikvangers voor deze week en helemaal in het teken van de etenpiraat die het op dit moment zo moeilijk hebben met agentschap Telecom. En natuurlijk het eerste legale piratenfeestje in Twente, Twents Piratenfestival. Geweldige mensen, geweldige artiesten en een geweldige sfeer. Etenpiraten in Twente moeten naar mijn idee gewoon blijven.